Emoties bij vader Hans vanmiddag tijdens de persdag. Zoon Stefan gaat voor 5 seizoenen naar PSV. FC Groningen ontvangt 4 miljoen euro voor de overgang plus nog een percentage als Nijland later door PSV wordt doorverkocht naar een andere club. Toen PSV zich vrijdag meldde voor Nijland, bleek al snel dat hij voor FC Groningen niet meer te behouden was. Het aanbod van PSV was dermate fors en serieus. Plus het feit dat Stef zelf oren had om naar PSV te gaan. Ja, die combinatie maakt het voor ons heel moeilijk om inderdaad nee te zeggen. Voor Royans betekent het dat hij een week voor de start van de competitie wordt geconfronteerd met een speler minder. En daar moeten we ook niet te lang over zeuren, want voor Stef is het natuurlijk hartstikke mooi. We krijgen ook een hele aardige vergoeding. Maar het liefst hadden we hem nog wel zeker 1 of 2 jaar bij ons willen houden. Tenminste, ik wel. FC Groningen gaat nu op zoek naar een opvolger voor Nijland. En daarvoor heeft de club nog precies een week. We hadden de wens om nog aan de linkerkant iemand erbij te hebben. Nou, dat is tot op heden nog niet gelukt. En het zal ook niet meevallen. Daar komt nu een speler bij waarvan we gezegd hebben... het heeft toch zelfs nog iets meer prioriteit om de positie van Stef te vervangen. Nou, daar komt nog een pittige klus bij. En daar hebben we precies een week de tijd voor. Maar het zal moeilijk worden, maar we blijven keihard doorgaan. Hoe schat je de kans in dat het wel lukt om in elk geval nog een speler te halen? Nou, ja, kanspercentage is moeilijk te zeggen, maar 50-50 acht ik het op dit moment. De komende week loopt FC Groningen zelf het gevaar dat er nog een speler vertrekt. En dan las ik vorige week dat Real Madrid eventueel belangstelling heeft voor Klaas-Jan Huntelaar. Stel dat hij gaat en Ajax staat op de stoep van Marcus Berg. Wat gebeurt er dan? Ja, ik heb wel eens dromen en ik heb wel eens nachtmerries. Dit beschouw ik dan onder het kopje nachtmerrie. Er is op dit moment nog geen enkel signaal van. De geruchten om Huntelaar lees ik en hoor ik ook wel. Maar richting Berg is daar nog geen enkele consequentie uit voortgevloeid. Dus ik ga er ook maar vanuit dat het niet gebeurt. Dan terug naar de persdag. Zeker is dat de begroting van FC Groningen komend seizoen stijgt van 14,8 naar 16,3 miljoen euro. En FC Groningen wil de capaciteit van het stadion flink uitbreiden. Inmiddels is ons gerapporteerd dat het stadion technisch gezien uitgebreid kan worden naar een capaciteit van maximaal 35.000 toeschouwers. Nu wil FC Groningen weten of daarmee de begroting flink opgeschroefd kan worden. Zo niet, dan gaat de FC onderzoeken of het naar een nieuw stadion kan. Maar dat zijn plannen voor de lange termijn. Op korte termijn moet er een spits bij. In eerste instantie moet het er gewoon een goede spits zijn. En als dat iemand is die ook nog een aantal portie fysiek en mentaliteit meeneemt, dan zou dat denk ik wel goed passen bij de kwaliteiten van de andere spitsen. Maar het gaat er vooral om kwaliteit.